Hey Tof, wanneer kwam je op dit idee, dit gebouw? Wanneer kwam je dit tegen? Het hele doel hierachter is om een centrum voor de creatieve industrie te maken. Dat betekent dat we de wereld van marketing, media, communicatie, design, kunsten, tech allemaal bij elkaar gaan brengen in dit pand. Dat wilde je al? Dat was het idee en ik ben al jarenlang bezig geweest met dit idee en meerdere panden bezocht. En uiteindelijk in december 2014 kwam dit te koop en ik heb toen vervolgens met Zadelhof dit kunnen acquireren. En we zijn uiteindelijk in januari 2015 begonnen met het hele uitbouwen van het plan. Ongeveer 2 jaar geleden hadden we de belangrijkste vergunningen en zijn we gaan bouwen. En nu zijn we over een half jaar, beginnen we operationeel te zijn met mijn verdieping voor de Zuid Media Groep die hier kantoor gaat houden. En voor de rest maken we het dan in de maanden daarna af. Wat we hier allemaal gaan doen is, er komt een heel groot terras aan de voorkant. Er komen meetingrooms in, er komen vaste kantoorruimtes, flexplekken, dus een heel groot drankcafé. En inderdaad op de top op een blok, 9,5 meter hoog, een ruimte waar allerlei events kunnen worden georganiseerd. Ja. En welke mensen komen hierin, behalve de Zijtof groep? Dus alleen maar mensen die in de creatieve sector werken als huurders. Ik denk dat is namelijk het hele basisidee. Dus dat betekent dus bedrijven uit de media, uit advertising, uit digital, uit design, uit communicatie, etc. Daar zijn we nu al mee bezig om te acquireren. Dus mocht je interesse hebben, elke vrijdagmiddag is er een hardhead tour. Schrijf je in en je bent wel. Ja, en wat is de website? Capital C? Amsterdam. CapitalCAmsterdam.nl. Precies. Oké. Okay. Kijk even naar part 1 en 2 voor de rondleiding. Dan weet je waar je vrijdag aan toe bent. Maar hier wil je zitten. Hier nou zitten. De kosten zijn €500 per kantoor, per werkplek, per maand. Hier is het Weesperplein eigenlijk van het openbaar vervoer. Nou, hier is de metro en dit is de Wibautstraat, dus dat is allemaal ideaal. ECV Groep Real Estate, Zadelhof en Zijthof bouwen een nieuw stukje Amsterdam.